loting werd duidelijk dat er twee nieuwe coffeeshops in Tilburg komen. We gingen eerder langs bij Berkel en Schot, waar niemand op een coffeeshop zat te wachten. Wat vinden de bewoners van Tilburg Noord van een coffeeshop in hun buurt? Helemaal niks. Mag van mij absoluut ergens anders naartoe. Die zijn er ook niet blij mee, net zo goed niet. Maar recht voor mijn deur hoef ik het ook niet. Nee. Ik ben verbaasd, want er zijn zoveel problemen geweest hier, nu nog. Het is wat rustiger op Ferryplein nu. Maar ik ben verbaasd. Hier wonen zoveel kinderen, zoveel buitenlanders. Iedereen heeft 3, 4 kinderen, standaard. Ja, dat gaat nooit goed komen, man. Ik heb wel zelf een jointje gerookt. En ik weet de bijeffecten, die komt laat. Het is niet gelijk de eerste paar maanden die bijeffect. Die komt na jaren. Maar ik vind dat echt een hele slechte idee. Kom dan met een jongerenwerk of een sportschool of andere activiteiten dan iedereen van junkies willen maken. Want dat is op lange termijn worden ze allemaal junkies. Zo zie ik het. Op een gegeven moment, die effect werkt niet meer. Dan ga je iets anders proberen. Dus ik vind dat echt jammer van de gemeente dan. Die daar zo op... Het is een aanval eigenlijk. Het is een aanval op die ouders naar de kinderen toe, want die gaan nooit meer eens, dat gaat niet goed komen met hun. Het is al slecht met criminaliteit, met al die buitenlanders die tegen elkaar, die tegelijk wonen met elkaar. Ja, die delen hun ideeën en ja, als er is niet echt een verstandige tussen de groep. En dan gaat het, ja, snel mis. En nu, ja, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik vind het een aanval. Niet uitnodigend, maar op zich vind ik het wel beter dat het gereguleerd wordt. Want er gebeurt hier s'avonds en s'nachts een heel hoop met dealen en dergelijke. En dus dan kan het beter in een coffeeshop verkocht worden dan op straat, vind ik. En dan wordt het ook gecontroleerd, zeg maar. Dus echt voor moi, maar het is beter dat het hier komt dan dat het s'nachts of s'avonds op straat gebeurt. Nou, ik vind van de gemeente een hoop flauwekul best gaan doen. Want dat hoort hier geen even allemaal thuis. He, we hebben hier toen in het begin gehad, ook bij cafés en barren onder de woningen, dat er een oprotzooi was. Nou, en daar willen wij ook vanaf. En zo is het toch. De laatste paar jaar is Noord wel aan het verbeteren, steeds meer. Het is nou allemaal beter geworden. En waarom gaan ze het dan weer veranderen? Je snapt het gewoon echt niet. Dat is de coffeeshop die horen in de stad thuis. Daar horen ze thuis. Daar zit alles in de weg bij. Nou, ik vind dat niet normaal dat ze hier in de buurt... Het is nou rustig hier op Ferdieplein. Het heeft altijd in de krant gestaan dat er dus altijd overlast is. En nou willen ze weer overlast hier naartoe brengen. Dat is niet normaal, hè? Dat is eigenlijk de meest slecht denkbare locatie die je kunt bedenken. Het past totaal niet, zeg maar, hier in deze omgeving, in deze wijk. Waar we al vechten tegen heel veel andere maatschappelijke uitdagingen. En de coffeeshop, ja, je ziet zelf hier zoveel toestroom van jongeren, van kinderen, van volwassenen ook die langskomen. Dit is geen goede, geschikte locatie, absoluut niet. Er is al genoeg ellende in de wereld en dan al die coffeeshop dingen en nee. Ik moest echt navragen van, is dat echt waar? Tot ik op de nieuws zelf las van, het komt hier. Ja, nee man, dat is echt, dat is niks. Waar bent u bang voor? Het is hier rustig wonen en... Als we een coffeeshop krijgen, dan krijg je hier niks meer als overlast. En dat is in de binnenstad, dat is hier. Dus waarom moet hij hier? Doe het achter in de Drunense Duinen, daar kunnen ze neerzetten. Ik ben erg bang voor. Nee, ik ben niet bang uitgevallen, hoor. Ik hoop dat de boerderij af is, maar ik ben niet bang. Nou ja, kijk, ik ken het argument, zeg maar, dat een coffeeshop... De criminaliteit zou juist kunnen verlagen omdat het een legale coffeeshop is en dan gaan mensen, zeg maar, stoppen met illegaal gebruik. Maar ik heb nergens gezien dat een coffeeshop ervoor zorgt dat mensen minder drugs gaan gebruiken. Waar we gewoon bang voor zijn is gewoon de maatschappelijke onrust dat met zich meebrengt. Mensen kunnen toch niet bevatten dat een coffeeshop komt midden in hun wijk. En daar ben ik eigenlijk bang voor dat zeg maar, gaat zorgen voor veel maatschappelijke onrust. En dat je eigenlijk een nieuw probleem creëert met die kosten van de coffeeshop. Dat mensen hier gaan hangen, dat er onveilig gevoel komt, mensen meer gaan gebruiken. Ja, daar maken we ons in ieder geval als bewoners ons echt veel zorgen over. Ja, wat ik zeg, 's avonds laat, want dat gebeurt meestal niet overdag. Dat, coffeeshop kan je overdag ook terecht, maar... Ik hoef het gewoon niet.
Ja, de toekomst. Want nu die effecten ga je nu niet zien. Die gaan laat komen. Bij blow-up is de effect echt na 10 jaar, 5 jaar echt. Dan denk je van, wat ben ik aan het doen? Ik heb gewoon... Ja, je houdt je talent op. Dat is het gewoon. En al die jongens hebben al problemen. Ze hebben al achterstand met de achternamen of de kleuren of huid, wat dan ook. Ik wil niet zeggen dat mensen hier racistisch zijn, dat zijn ze helemaal niet. Ik merk zelf nooit racistische opmerkingen, omdat ik zelf wel, algemeen ben ik sociaal. En ja, maar sommige jongens hebben gewoon kleur tegen, of de achternaam. En dan krijg je nog zo'n shop. Ja, man, dat gaat niet goed komen. Die hersenen gaat nooit meer goed ontwikkelen. Bijvoorbeeld één broertje van mij, die is op zijn 13e begonnen met blowen. Nou, ik wist dat pas toen hij 18 was, vertelde hij aan mij. Omdat hij bang was van ons. Maar dat was al in de stad. Stel je voor dat hij hier om de hoek is, op loopafstand. Ja, hey man, dat gaat nooit goed komen. Wat zou dan misschien wel een betere plek zijn? Ja, want niet zoveel bebouwing is, niet zoveel mensen wonen. Ik bedoel, er is al zoveel ellende in de wereld en dan ook nog met die coffeeshops erbij. In de stad, zeg ik toch. Dat is de beste plek. Hier niet. Dan hoort hier niet meer thuis. We hebben er heel lang op staan wachten en toen kwam er niks. En nou, op het laatste moment hoeven ze ook niet te komen. Nu is genoeg. Waar de burgemeester hier ook mee bezig is, dus, ik noem het gewoon een hoop flauwekul. Heerlijk waar. Doe het dan ergens anders, niet bij een winkelcentrum. Daar kunnen ze toch geen coffeeshop neerzetten. Wat willen ze daar hier in Tilburg-Noord doen? Er zijn hier verder geen plekken om dat te doen. Want krijg je hier een hoop overlast. Laat dat gewoon in de binnenstad zijn. Dan in het hier of de Kraaienven of zo, bij de Instituutrein, ergens daar. Ja, niet zo in het hart van waar iedereen en alles leeft. En dan word je ook echt geconfronteerd met dat. Nou, man, dat is niks. Hier op de ferryplein, ik kan dat nu nog niet geloven. Niemand zit erop te wachten, en burgemeester ook niet, als een coffeeshop voor zijn neus komt. Mensen zeggen voor de grap, voor de deur van de burgemeester, maar goed, dat hoeft voor mij ook weer niet. Maar bijvoorbeeld, waarom niet in de Blaak? Waarom niet op het industrieterrein? En ik ken alle argumenten, zeg maar, die worden opgevoerd van ja, daar krijg je dan weer toeristen, et cetera. Ja, het is moeilijk om een geschikte locatie te vinden, maar in ieder geval niet hier, en niet omdat ik hier vandaan kom, maar diegene die de Ferryplein kennen, die de omgeving kennen, weten allemaal dat dit geen goede locatie is.